Welkom bij het Politiek Café van Dinsper FM. Deze keer uitgezonden vanuit café en bistro De Vorst hier in Dinxperlo. En vanavond zijn onze gasten Raymond Smit, was de vorige keer ook de gast, en Henk Meerdink van de HNV-fractie. Waar gaan we het vanavond over hebben? We spreken over de vorming van een nieuwe coalitie, of eigenlijk een nieuw college van burgemeester-wethouders. Raymond Smit van de CDA-fractie is benoemd door de gemeenteraad als formateur, samen met Alex Walter. En Henk Meerdink, die zal waarschijnlijk in de oppositie, hoewel dat dan niet meer zo mogen heten, maar in ieder geval buiten het college gehouden worden. Dus we beginnen eigenlijk met de coalitievorming en dan kijk ik direct even naar de formateur. Er is inderdaad afgesproken dat de coalitievorming op een transparante wijze plaatsvindt. Er is sprake al geweest van een informatieronde en die werd geleid door een meneer Drent uit Doetinchem, als ik het goed begrepen heb. Klopt, inderdaad. Waarom is er een informatieronde nodig geweest? Kun je er iets over zeggen? Nou, we hebben in het traject afgesproken dat het, zoals je zei, transparant zou gebeuren. 4 jaar geleden was het niet zo transparant in die zin dat de raad over de procedure en de processen niet op de hoogte gehouden is. Daar was, en dat vind ik zelf ook, dat dat noodzaak is dat je je collega's informeert over hoe het gaat. En of je de goede keuzes maakt en ook de goede procedure volgt. Mm-hmm. Daar hebben we een maand geleden afgesproken, of anderhalf maand geleden, dat we de aanstelling van de informateur door de raad zou gebeuren op voordracht van de grootste partij. Dat is inderdaad de heer Drent geworden en is unaniem door de raad aangenomen. Daarbij is ook gezegd dat de informateur zou rapporteren aan de raad, ook in het openbaar. Nou, er is, vorige week is dat gebeurd en daarbij heeft de informateur zeg maar, verslag gedaan van zijn informatieronde bij alle partijen, hoe hun in een mogelijke coalitie staan. Oké, maar hoeveel vrijheid heeft die informateur gekregen? Want uiteindelijk al duidelijk is dat de CDA en gemeentebelangen de wethouders gaan leveren, of in ieder geval 2 wethouders gaan leveren. Dat was van tevoren bekend. Kun je dan nog spreken dat die informateur alle vrijheid zijn onderzoek heeft kunnen doen? Ik zou niet weten of dat van tevoren bekend was. Volgens mij is met alle partijen is inhoudelijk gesproken over van of zij mogelijk in een college zouden willen zitten. Of zij wethouders hebben en waar op het partijprogramma inhoudelijk overeenstemming of overlap zit met andere partijen. En ook mogelijke voorkeur voor andere partijen. Dat Henk Rijks en Kok, dat ze wethouderskandidaten zijn, dat komt zeg maar voor de informatie. Maar dat wil niet zeggen dat dat aan de informateur de basis was om daarmee aan de slag te gaan. Hij is daar wel mee aan de slag gegaan uiteindelijk, hè? Want in zijn presentatie er is inderdaad door het CDA is onze wethouderskandidaat naar voren gebracht. Door de gemeentebelangen is hun wethouderskandidaat naar voren gebracht. Maar er zijn ook door andere partijen andere wethouderskandidaten naar voren gebracht. En dat het CDA gemeentebelangen eigenlijk door bijna iedereen, behalve HNV, gemeentebelangen CDA ziet als het motorblok van een nieuw college. Mm-hmm. Is inderdaad op het moment dat gemeentebelangen en de CDA het college gaat vormen, komen onze wethouders in beeld. En okay. Dat is de weg die bewandeld is. Ja, oké, Henk Meerdink heeft dus vorige week zijn verslag uitgebracht. Peter Drent, informateur. Wat was de kern van zijn boodschap wat daaronder lag? Nou, we hebben 1 gesprek met hem gehad en daar heeft hij zich, mag ik het zo zeggen, objectief opgesteld en eigenlijk een soortgelijke vragen aan alle fracties gesteld. Nou, ja. Dus in die zin heeft dat gesprek was eigenlijk. Ja, maar dat is een gesprek, maar wat was uiteindelijk zijn boodschap in de raadsvergadering van afgelopen week? Ja, dat was, daar was wel duidelijk dat zijn voorkeur uitging naar een rechtsmidden college. Ja, dat had niet. Hoe beoordeel je dat advies? Dat zou je getalsmatig kunnen begrijpen. Maar of dat nu ook zo handig is in het kader van het hele gebeuren naar de komende 4 jaar toe, dat is nog even de vraag. Zeker wanneer, als u het zo straks hebt wilt, over de vormen en te benoemen wethouders. Mm-hmm. Ja. Oké, maar eigenlijk ben je het dus niet helemaal mee eens. Wij hebben nadrukkelijk gezegd, kijk ook eens naar een, ik noem het maar eventjes, een paarscollege. Nou ja, maar dat is wat anders dan wat Drent zegt.
Ja, natuurlijk. Maar we hebben één keer een gesprek met de heer Drent gehad. Ik zeg, maar het gaat mij uiteindelijk om wat Drent nu aan de raad voorstelt. En waar de raad uiteindelijk toch wel mee content was. Tenminste, ik heb weinig reactie gehoord op het verhaal van Drent. Ja, dat zal wel, maar daar is ook niet om gevraagd. De heer Drent, de informateur, heeft netjes verslag gedaan. Ja. En dat heeft hij keurig gedaan. Ja. En daar kan ik een waardering voor. Maar dat is wel de basis voor de formateur om daarmee aan de slag te gaan. Ja, natuurlijk. En er is maar heel weinig gevraagd, of eigenlijk helemaal niets gevraagd aan de informateur. Van waar baseer je dat allemaal op? HMV heeft in elk geval een alternatief ook voorgesteld. We kunnen ons kunnen begrijpen. Als er een voorstel ligt waar je het uiteindelijk niet mee eens bent, want dat proef ik toch een heel klein beetje, dan zou je natuurlijk ook kunnen vragen van ja, hoe kom je er eigenlijk bij? Als het gaat bijvoorbeeld om het aantal wethouders, als het gaat om de richting waarin gezocht wordt, als het gaat om de collegeleden. Verstrekt, er zijn geen vragen over gesteld. Verstrekt duidelijk dat de HMV de voorkeur eruit ging om met drie wethouders in zee te gaan. Dus wij zien de toegevoegde waarde van vier wethouders niet. Er is niet gevraagd waarom hij op die vier wethouders kwam. Hij heeft er wel iets over gezegd. Dat heeft hij in zijn eerste gesprek, in enige gesprek dat hij met HMV en andere partijen gegaan heeft, is daar niet over gesproken. Dan hebben we het meer om tijdens de raadsvergadering. Wij hebben nadrukkelijk gezegd, wij vinden drie genoeg. En zeker in het kader van dat de informateur komt met voor het CDA. Moeten we nu maar anderhalve wethouder hebben. Want kijken we toch even naar de formateur. Hoeveel wethouders gaan het worden? Dat is nog niet helder. Het is zo dat ook wij van de CDA altijd hebben gezegd dat het wethoudersaantal niet vaststaat. We kijken eerst naar van wat voor opdracht ligt er. En zo heeft de informateur er ook naar gekeken. De informateur die de informateur geeft aan vier wethouders moet je minimaal hebben. Dat wilde ik ook aanvullen, is het feit dat een ervaren bestuurder die drie periodes wethouder geweest is, die ook met bestuurlijke vernieuwing te maken gehad heeft, die het een heel ambitieus raadsprogramma vindt. Een raadsprogramma waar best de druk op iedereen komt te liggen. En hij acht het, zeker met de bestuurlijke vernieuwing, waarbij ook intern in het huis het nodige zou moeten gebeuren, acht hij het niet verstandig om het met drie wethouders te doen. Ben je het daarmee eens? Ja, want ik denk dat er echt veel op ons afkomt dat daarbij... Is het niet ook een kwestie van gewoon de goede opdracht te geven aan een organisatie en dat het dan eigenlijk niet uitmaakt hoeveel wethouders er zitten? Wij denken met deze opdracht die er ligt, met de portefeuilles, ook de omgevingswet die eraan zit te komen. Er wordt heel veel gevraagd van duurzaamheid. We hebben met z'n allen heel ambitieus uitgesproken dat we de komende jaren vol willen inzetten op de duurzaamheid. Om ook onze doelstellingen die we afgesproken hebben te halen. Maar de wethouder staat niet in. Afgelopen jaar, nee, maar er moet wel aangestuurd worden. Dus je zou wel een wethouder als een vliegwiel moeten fungeren om de rest aan de praat te krijgen en te houden. Daarbij is achteroverleunen is geen optie. En wij willen ook graag dat de wethouders naar buiten gaan om hun gezicht te laten zien. En op het moment dat die opdracht er ligt met de duurzaamheid, met het raadsprogramma, maar ook met een interne verandering van bestuurlijke vernieuwing en nog naar buiten gaan, denken wij dat met vier personen, dus 3,5 FTE, dat echt wenselijk is. Oké. Wat is dat tegen in te brengen? Want ik begrijp dus dat die wethouders een handen vol hebben. Absoluut niet nodig. Er zijn gemeenten in Arnhem en die hebben 100.000 inwoners en meer. En die hebben 5, 6 wethouders. Ik weet van een wethouder die in Arnhem wethouder is geweest. En een Aaltenaar. En die zegt volstrekt onzin. Aalten kan makkelijk volstaan met drie wethouders. En ik wil nog wel eens sterker vertellen. Ik heb waardering voor de kwaliteiten van wethouder Kok. Laat ik dat even vooropstellen. Maar wat de informateur ook gezegd heeft, en dat is heel wezenlijk, en dat zal vanavond ook mijn bijdrage daarin zijn, dat de informateur gezegd heeft, wellicht is het goed dat er ook portefeuilleverschuivingen zijn om de gelijkwaardigheid en als gesprekspartner met elkaar te kunnen functioneren. Daar zegt de formateur eigenlijk nog niks over, hè? Dus dat kan altijd natuurlijk. Dat gaat niet gebeuren, verwacht ik. Dus ik wil het nu maar even gezegd hebben. Okay.
Kijk even gelijk naar de formateur. Is dat iets wat op dit moment meespeelt? Dat is wel een beetje voor de muziek uitlopen. Ik vind wel dat we... Er ligt een opdracht van de informateur. Mm-hmm. En dat is om ook te kijken naar vernieuwing, maar ook te kijken naar of het verstandig is dat je de portefeuilles zou moeten shuffelen. Mm-hmm. Dat is ook onderdeel van gesprek. Mm-hmm. En ik kan wel zeggen dat daar ook inhoudelijk over gesproken wordt. Mm-hmm. Dus om nu al een voorsprong te nemen van ik denk dat het niet gebeurt, vind ik echt iets voor de muziek uitlopen. Okay. En ik denk van laten we even afwachten waar de formateurs mee komen, met welk college ze komen. En dan wordt ook bekend welke portefeuilles. En als je dan inhoudelijk reageert dat het niet voldoet aan de eisen die de informateur op de voorhand heeft gegeven, dan is je kritiek terecht. Maar denk, wacht daar even mee. Het lijkt me heel wezenlijk om dat toch maar vroegtijdig te zeggen, want als de boel klaar is, net zoals 4 jaar geleden, toen hebben we 1 gesprek meegemaakt en na die tijd mochten we even opdraven om in een tijd van 10 minuten te horen tot welk college men gekomen was. Maar wat is het grootste bezwaar om uiteindelijk met een wethouder die ervaringen op dat vakgebied heeft, om dat toch meer in zee te gaan? De afgelopen 4 jaar is onze ervaring geweest dat, en ik heb Ted Kok, mag ik als persoon, als mens, als wethouder, maar waar wij moeite mee hebben is dat hij op ruimtelijke ordening komt, omdat die en financiën eigenlijk zijn de, het klinkt vervelend naar de beste mensen die er verder naast zaten en krijgsdagelaten, toch wel een goede wethouder, en gegroeid. Ted Kok was erg dominant. Mm-hmm. En een nieuwe burgemeester met 2 nieuwe wethouders, dan denk ik dat de onderkoning niet de onderkoning is, maar dat die de koning van Aalten is dan niet de burgemeester, maar dat is dan Ted Kok. En daar heb ik zorgen over. Dat is ook niet. Dan komt dat hangt dan ook een beetje van de burgemeester af. Dan komt de collegialiteit binnen zo'n college wellicht ook onder druk te staan. Mm-hmm. En daarom pleit ik sterk, pleit HMV sterk, mocht de heer Kok terugkeren als portefeuillehouder of als wethouder, dat hij dan een andere portefeuille zou gaan beheren. Dat zou hem zelf ook wat breder maken en zou het college evenwichtiger zijn. Mm-hmm. Okay. En dat weet ik niet alleen van mezelf, dat weet ik ook van deskundigen die hierover praten. En ik heb de heer Kok, dus ik kan er prima mee, ik heb tegen de heer Kok gezegd, Ted, waarom heb je toch nooit eens een keer voor burgemeester gekozen? Jij zou een hele goede burgemeester zijn, ook in een grote plaats. Maar niet in Aalten. Maar waarom solliciteer je niet naar een wethouderschap in Arnhem of zo? Uh-huh. Want kwaliteiten heeft hij wel. Uh-huh. Maar in Aalten is hij te dominant. En, okay. En dat gaat ten koste van de andere wethouders. Uh-huh. En daardoor krijg je wellicht frustraties. Ja. Welke 3 fracties gaan uiteindelijk de wethouders leveren? Is daar iets over te zeggen? Of? Nou, het is zo dat nu optie 1 voor ligt, wat de informateur heeft aangegeven. Ja. Dat is gemeentebelangen VVD-CDA. Uh-huh. Waarbij er moet worden gekeken naar de verdeling van wethouders op basis van 3,5 FTE. Mm-hmm. Waar 1 restrictie aan zit, is dat het halve FTE, zeg maar meer dan de 3 personen, wordt toegevoegd aan de grootste partij in deze CDA. Mm-hmm. Om wel te zorgen dat dat een lokale vernieuwende persoon is. En mocht dat niet lukken door het CDA, dat vervolgens wordt doorgekeken naar optie 2. En dat is een brede met 4 partijen. Dus jullie hechten wel heel veel waarde aan het advies van Drenthe op dat vlak? Ja, dat zou eigenlijk betekenen dat Kok niet echt vernieuwend is, of kan zijn. Nee, maar er is wel ook die evenwichtige verdeling in het college. En daar ben ik met Henk eens, is dat je op het moment dat je 2 relatief ervaren wethouders hebt, dat daar een goed tegenwicht moet zijn om daar 2 mensen tegenover te zetten die wel zorgen voor vernieuwing. Oké, maar en volgens mij is ook nog, hè? Ja, klopt. Maar volgens mij is per definitie vernieuwing niet een andere partij. Volgens mij zijn er binnen partijen ook best mensen te vinden die een hele goede vernieuwing, een andere stroming met zich meebrengen dan okay. Maar zou je dan niet met 3 wethouders kunnen verstaan zoals Henk Meerdink aangeeft, omdat de burgemeester is ook nieuw. Dus heb je 2 wethouders, zeg maar, uit de vaste hoek, Rijks en Kok. En dan de burgemeester en een andere wethouder uit waarschijnlijk dus de VVD-kring. Die dan dat evenwicht in het college brengt zoals je dat graag wil hebben. De burgemeester is ook nieuw. Ja, dat zou kunnen, maar om meteen alle taken bij de burgemeester neer te leggen, wat natuurlijk wel een mogelijkheid is. Er is wel een partij die dat aangeeft, waar geeft de burgemeester inhoudelijk advies. Ja, maar dat zie je wel, want de afgelopen half jaar heeft, of afgelopen
twee jaar, afgelopen halve periode, heeft de burgemeester ook handhaving op, maar de orde in zijn portefeuille gehad. Nou, niet altijd, want handhaving zat bij de wethouder tot twee jaar terug. En die is naar de burgemeester gegaan. Dat zie je 9 van de 10 keer wel, maar in dit geval zou het ook prima kunnen. Maar daarbij, nogmaals, te licht een beste opdracht. En wij denken, met de informatie die wij hebben, met het ambitieuze raadsprogramma dat er ligt, en de bestuurlijke vernieuwing, maar dan val ik in herhaling, denken wij als CDA, dat er echt 3,5 echt even nodig is. En mocht het zo zijn dat we daarin in gesprekken met z'n allen zijn, en andere partijen hebben daar echt een andere mening over, ja, dan moet je kijken om naar elkaar toe te komen. En het is wel zo dat je daarin, want ik vind dat zo... Is dat een werkwijze om alle fracties af te gaan? Dat is ook de fracties die dan niet aan het college gaan deelnemen. Ja, dan ga je dus de ronde van de informateur over doen. Volgens mij is het wel gezegd in de raadsvergadering. Ja, de informateur heeft zijn werk gedaan. De informateur heeft gezegd, ga optie 1 onderzoeken. Mocht dat niet lukken, ga naar optie 2. Maar dat wil niet zeggen dat je de partijen niet kunt betrekken en bevragen. Dat gaan we ook doen, dat gaan we als formateurs ook doen. Maar we moeten natuurlijk wel eerst reëel om het optie 1 te onderzoeken wat de informateur heeft voorgelegd. Want anders krijg je dat het werk van de informateur wordt overgedaan. Ja, en daar zijn wij niet voor. Laatste woordje in deze ronde daarover en dan gaan we even pauzeren met een muziekje. Dat is prima. Ik heb toch nog twee argumenten waarom wij vinden als AMV dat 3 wethouders meer dan voldoende is. Bij de kosten, financiering van het college is met alle randdingen die erbij komen, ook al heb je nog maar 50 FTE, 50%, dan nog heb je qua randkosten en zo heb je aanzienlijk meer. Maar het grootste bezwaar is... Maar we zitten nu al op 3,5 FTE, hè? We zitten nu. Dat is een bezuiniging. Dat wordt een bezuiniging. Wij vinden dat het met 3 makkelijk kan en daar hebben we ook achtergrondinformatie voor. Een ander feit is dat het evenwicht uit het college is. Ik had me voor kunnen stellen dat gezegd was, gemeentebelangen heeft 5 zetels in de raad, CDA 6 zetels, 1 zetel meer. Dan zou de optie van Johan Pennings ook nog hebben kunnen gelden. Dat hij zegt, nou, we nemen een kleine partij B, die kan, die kan dan ook nog wat toevoegen in het college, in onze ogen niet, maar dat zou dan ook een optie zijn. Waarom krijgt het CDA met 6 zetels 2 wethouders? En de gemeentebelangen met 5 wethouders, 5 raadsleden, 1 wethouder. Ja, onbegrijpelijk, dat riekt naar macht. Oké, nou, of dat zo is, dat zal de tijd leren. Daar ga ik zo meteen nog misschien over even op in. Ja, we gaan even stoppen. We draaien een muziekje tussendoor. En dan gaan we verder met misschien nog een heel klein stukje van de coalitievorming. Maar dus ook met het raadsprogramma. Welkom terug bij Politiek Café van Dinsper FM. We zitten hier in Café Bistro De Vorst in Dinsper. En mijn gasten deze avond zijn Raymond Smit en Henk Meerdink van de HMV-fractie. We hebben het zojuist gehad over de coalitievorming en we willen eigenlijk nu verder gaan met het raadsprogramma. Maar toch nog een heel klein stukje over die coalitievorming, hè, dus de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders. We gaan die collegevorming eigenlijk een beetje op de traditionele manier vormgeven. Hè? De 3 grootste partijen die zouden in de eerste optie ook zeg maar, de wethouders gaan leveren. Dat spoort niet helemaal met de vernieuwingsgedachte die achter het raadsprogramma staat, die we zo meteen gaan bespreken met elkaar. Waarom toch zeg maar, die oude traditionele manier van coalitievorming? Ja, eind januari is er een informatieavond geweest waarbij de bestuurlijke vernieuwing op de agenda stond. We hebben daar met z'n allen bijgewoond en hebben gekeken van wat zijn de mogelijkheden om dit voor de gemeente Aalten ook te gaan doen. Daarbij hebben we gediscussieerd onderling en eind januari en 21 maart, ja, dat is gepraat een week of 8 voor de verkiezingen. Dus hebben we gezegd van wat gaan we doen? Het CDA en de gemeentebelangen waren eerst niet zo'n voorstander van om ook het raadsprogramma te doen. Maar we hebben toch wel gezegd, van gezien hoe dat 4 jaar gelopen is met de transparantie, dat de oppositie zich niet gehoord voelde, hebben we gezegd, we gaan het raadsprogramma schrijven. Dan heeft iedereen, of ze nou 1 zetel hebben of 6, heeft iedere partij gewoon volledig input in het raadsprogramma. Daarbij is alle input op een hoop gegooid en is er een raadsprogramma ontstaan. We hebben toen gezegd van, er is veel meer mogelijk in bestuurlijke vernieuwing. Maar moeten wij dat nu gaan doen? Moeten wij die verandering doorzetten? Maar ook met gekozen wethouders en noem het allemaal maar op. Maar dat vind ik dat je dat de kiezer moet informeren. Je kan niet maken door
De bestuurlijke vernieuwing, net na de verkiezingen, is de volledigheid door te voeren zonder dat de kiezer daarover geïnformeerd is. En wij hebben ervoor gekozen met z'n allen om het raadsprogramma te maken. Ben ik ook blij met dat het gebeurd is, want ik denk dat er echt een mooi stuk ligt voor de gemeente Aalten, waar het college echt goed mee te voeten kan en mee aan de slag moet. Maar daarnaast is het wel zo dat we ook gezegd hebben, na het fysieke stuk maken we een knip. En we gaan weer kijken de komende 4 jaar wat we verder kunnen doen aan bestuurlijke vernieuwing. Okay. Nou, die staat in het raadsprogramma en er wordt een werkgroep mogelijk geïnitieerd om te kijken wat we nog verder kunnen doen aan werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Van de bestuurlijke vernieuwing. Nee, maar wie zit er in die werkgroep? Oh, dan moeten we nog formeren. Dus die kunnen ambtenaren, kunnen raadsleden, kunnen, okay. Gaan heel breed. Oké. Okay. Henk Beerdink, een raadsprogramma. Er was een koppeling aan bestuurlijke vernieuwing. En bestuurlijke vernieuwing over het brede vlak, dus ook min of meer voor wat betreft de invulling van het college, want die moest raadsbreed kunnen opereren. Als je nu kijkt hoe dat gaat verlopen, ook op het advies van Drent, de informateur, dus de 3 grootste partijen die dan uiteindelijk de wethouders gaan leveren. Hoe kijken jullie achteraf af aan tegen dat raadsprogramma, waar iedereen zijn handtekening onder gezet heeft? Nou, laat ik zo zeggen, dat raadsprogramma, dat is met name in, zoals Treinman al aangeeft, in begin januari, denk ik, of in de loop van januari, is dat naar voren gekomen. Ja. Dat is naar voren gekomen vanuit de oppositiepartijen. Ja. Is een positief stuk geworden. In die zin dat we hier serieus met elkaar gewerkt hebben aan een programma voor de komende 4 jaar. Ja, wat was dan eigenlijk de relatie leggen naar het nieuwe college? Wat ja, maar ik wil even de breek maken naar waarom. Met name de coalitie of de oppositie met dat voorstel is gekomen. Ja. PP, maar ook nieuwkomer D66. Nee, dat kan ik me niet meer voorstellen. Dat hebben ze dus invloed op iets waar ze misschien. Zonder... Ja, maar de aanleiding was 4 jaar geleden. Mm-hmm. 4 jaar geleden is er een coalitieprogramma gemaakt en daar stond met grote letters bovenop. Voor iedereen. Mm-hmm. Het woord iedereen heeft het hele 4 jaar doorgeklonken bij alles wat er was. Maar de oppositie voelt zich daar niet in gekend. En de oppositie heeft zich absoluut. Niet of onvoldoende gekend, laat ik het goed houden. Natuurlijk wordt een heleboel besluiten genomen met meerderheid of unaniem, daar gaat het niet om. Maar het gaat om het programma, het collegeprogramma van voor iedereen. Mm-hmm. Nou, daar hebben we ons duidelijk onder miskenning gevoeld. En dat was de reden, met name voor een aantal partijen. Was dat ook meteen gezegd, 4 jaar geleden, we hebben het allemaal over... Dat was 4 jaar geleden, was dingen voor ieder. Het waren heel spectaculaire woorden die toen ook door de fractievoorzitter van het CDA toen naar voren werden gebracht. Waar hebben jullie geprotesteerd? Daar hebben wij, dat vonden wij een mooi uitgangspunt, maar dat duurde niet zo lang te zijn, waar is een ieder? Waar is een ieder? Nou, jullie hadden geen bijdrage geleverd. Toen dus in januari het voorstel kwam van laten wij een raadsprogramma maken, toen heeft met name de oppositie, de toenmalige oppositiepartijen hebben dat is eigenlijk waar ik naartoe wil, dat raadsprogramma, dat was min of meer gekoppeld, wat ik ervan begrepen heb, aan zeg maar, de opstelling van het college en dus eigenlijk ook de invulling van het college in verhouding tot de raad. Omdat het college de hele raad moet bedienen, niet alleen de coalitiepartij. Uiteraard heb ik het raadsprogramma bij me. Ik heb geanalyseerd, ik heb het een en andermaal gelezen. Ja. En er staan echt goede opdrachten. Er zijn dat is niet in discussie. Het gaat er even om. Ja. Van, vind je niet dat er een relatie gelegd had moeten worden naar de manier waarop het college samengesteld wordt? Die zijde bedoelt u. Ja. Nou, dat is van het begin is dat niet echt... Maar dat is ook niet op aangedrongen. Nee. Dus dat niet dat, nou ja, dat is natuurlijk wel genoemd naar de informateur. Mm-hmm. Maar laten we eerlijk zijn, die heeft daar in die zin niks mee gedaan. Maar daar zijn ook geen vragen over gesteld aan de informateur. Nee, maar er was ook niet veel aanleiding meer om er nog veel vragen over te stellen. Die discussie. In de informatieperiode heb je natuurlijk alle ruimte om te zeggen wat je vindt. Hè? Ja, dat zal zo zijn. Het was volstrekt duidelijk welke kant gemeentebelangen en CDA, ik begrijp het ook nog wel, die hebben van meet af aangezegd, Henk Rijks is onze kandidaat en Ted Kok is onze kandidaat. Maar ben je dan niet door zo'n raadsprogramma eigenlijk als oppositie in de pak genaaid? Daar kom ik dadelijk op. Oké. Okay. dat speelt wel. U weet dat ik tijdens de behandeling van het raadsprogramma en ook van het college gezegd heb, het zal niet zo zijn dat de oppositie, of de oppositie mag je het dan niet noemen, maar dat in elk geval HNV zich in een ijzeren kooi de komende jaren laat... Ik kijk even naar, in dit geval niet de formateur, maar... Nu moet ik wel zeggen, die ijzeren kooi die zie ik zeker niet. Ik vind dat er alle ruimte geboden is aan alle partijen om hun programma en hun
hete punten in te brengen waar ze de komende 4 jaar mee aan de slag willen. Okay. En volgens mij is daar ook door niemand een punt uitgehaald. Als een partij met 1 zetel of 2 of 3 dat vond, is het erin gekomen. En dat was in het verleden niet het geval. Even voor de duidelijkheid, hè, want de kijker die zal ook moeten weten wat dat raadsprogramma nou precies voorstelt. Kun je daar iets meer over zeggen? Wat is de gedachte bij dat raadsprogramma en hoe is dat raadsprogramma ingericht? Wat kun je daarvan zeggen? Nou, de gedachte achter het raadsprogramma is om met z'n allen consensus te vinden op hoofdonderwerpen. Wat vinden we nou belangrijk in de gemeente? Wat moet de komende 4 jaar nou echt aangepakt worden? We hebben met alle partijen, omdat het een raadsaangelegenheid is, waar we mee aan de slag moeten. We hebben met z'n allen bij elkaar gezeten en daarin op hoofdthema's zoveel mogelijk consensus weten te vinden. Noem het op, we wonen, jongeren, noem het de duurzaamheid, ik kan er heel veel op noemen. Op hoofdthema's is er een bepaalde ambitie uitgesproken. Nu komt er zometeen, op die hoofdthema's, komt er een uitvoeringsprogramma. Die wordt door het college gemaakt. Mm-hmm. En op basis van het uitvoeringsprogramma gaan we op ieder thema gaan we bediscussiëren in debat wat we nog vinden als politieke partijen. Ik noem even 1 voorbeeldje. De duurzaamheid is er bijvoorbeeld ingezet dat wij bepaalde doelstellingen willen halen die in het verleden zijn gemaakt. Mm-hmm. De ene partij wil het met zonnepanelen, de andere willen met windenergie, nog andere willen warmtepompen. We hebben gezegd, nee, we gaan terug, we gaan het niet invullen. We gaan op het hoofdthema zitten, dat we met z'n allen vinden dat er iets aan duurzaamheid moet gebeuren. Mm-hmm. Naar het college. Oké, maar dat is in ieder geval wat het werk doen. En vervolgens komt hij terug met verschillende opties en dan gaan we in de raad bediscussiëren wat het dan wordt. Oké, maar er ligt dus nu een kaderprogramma, zeg maar, om het zo te noemen. Ja. Waar alle raadsleden zich heen kunnen vinden. Maar dat zou waarschijnlijk dus ook het geval zijn geweest als er geen raadsprogramma was geweest. Want als het gaat om duurzaamheid, als je naar de partijprogramma's kijkt, dan lijkt dat allemaal op elkaar. Hè? Ja, maar wat in verleden... Had je dan raadsprogramma nodig uiteindelijk om als coalitie straks te kunnen opereren in allerlei zaken waar de raad het sowieso over eens is? Ja, maar ik denk dat er echt een verschil is tussen een coalitieprogramma en een raadsprogramma. In die zin dat je zometeen ook je coalitiepartijen niet altijd misschien wel op 1 lijn zitten. Mm-hmm. Dan zou je ook met de andere partijen best een meerderheid kunnen vormen. Oké, dus dat kan straks door wethouders geshopt worden bij andere partijen? Ja, dan moet je door wethouders geshopt worden. De wethouders gaan niet shoppen. De fracties stemmen uiteindelijk om een voorstel. Nee, dus het college die gaat kijken van wat is haalbaar, hè? Zijn collegeleden van de CDA. Er komen voorstellen en zometeen naar de raad terug. En op het moment, daar wordt er over gediscussieerd. Maar die komen altijd van de portefeuillehouders. Ja, maar klopt. Maar in de raad wordt gediscussieerd om te kijken waar een meerderheid voor is. Precies, dat is net wat ik zeg. Ja. Dan kan die wethouder dus gaan shoppen. In dit geval weet hij dan toevallig dat Henk Meerdink, die is voorstander van een bepaalde richting die wethouder graag op wil. Ja, toevallig het CDA, want er staan de VVD-wethouders. CDA wil die kant niet op. Dus die kan dan een meerderheid gaan zoeken in de raad om zijn beleid door te voeren. In weerwil van de rest van de coalitiepartijen. Dat is ook een beetje de bedoeling. Dat was ook van meneer De Jong. Denken jullie daar hetzelfde over? Meneer De Jong die het raadsprogramma heeft gecoördineerd en samengesteld, waarvoor dank. Ja. Die heeft ook altijd gezegd, het moet bij een goed raadsprogramma moet het mogelijk zijn om wisselende meerderheden te krijgen. En daarin gaat het niet meer om oppositie en coalitie, maar dan gaat het om het belang van de gemeente en hoe gaan we daarmee om. Oké, nou, we kijken toch wel even naar de formateur. Is dat een uitgangspunt bij het collegevorming? Het is wel zo dat je... Dus die wethouders die mogen, zeg maar, een beetje... Ja, maar wat je natuurlijk wel ziet, is partijen die gaan niet voor niks in het college samen. Mm-hmm. Die hebben een bepaald gevoel met elkaar en een bepaalde richting. En die zullen op grote thema's misschien ook wel verschillen. Mm-hmm. Maar belangrijke thema's moeten ze wel eenduidend... Dat een VVD heel anders denkt dan bijvoorbeeld een gemeentebelang. Ja, maar als ik zie hoeveel vanuit alle programma's op die hoop gegooid is in het raadsprogramma, is er meer overlap, echt veel meer overlap dan de gemiddelde inwoner denkt. Ja, maar als het bijvoorbeeld om geld gaat, dan zie ik die overlap niet zo heel erg. Nee, maar die discussies zijn van alle tijd. Mm-hmm. Die discussie is van alle tijd. Maar alles kost geld, hè? Dus elk voorstel wat er vanuit de coalitie, of in ieder geval van een deel van de coalitie komt, denk maar aan een
een bedrijvenfunctionaris, denk maar aan een verenigingenfunctionaris. Dat zijn allemaal dingen die heel veel geld kosten. Ja, maar dan hangt een financieel kader bij. Ja. En dan is het aan de raad om te kijken of dat haalbaar is. Maar er zullen geen voorstellen komen vanuit het college in het uitvoeringsprogramma die financieel niet haalbaar zijn. Want dat zit in het bestuurlijke, in het raadsprogramma. Ja, uiteindelijk is het allemaal financieel haalbaar. Hè? Ja, maar leg maar aan hoe je prioriteert en als er maar dekking is. Ja. Op het moment dat je wil investeren, moet er dekking zijn. Precies, nou, en daar gaat het dan om uiteindelijk. Ja, dus op het moment dat je meer wil investeren dan dat je dekking hebt, heb je een probleem. Ja. En daar zit ook het financieel hoofdstuk, dus financieel kader in het raadsprogramma, om daarin natuurlijk te kijken van, wees wel reëel. Ik kijk even naar Henk Meerdink, want dat raadsprogramma, dat is nu een hoofdlijnenprogramma, om het zo maar even te zeggen. Dat moet nog uitgewerkt worden door het college, hè? Ja. Het nieuwe college wat nu gevormd wordt. Zou ik me kunnen voorstellen dat uiteindelijk een Henk Meerdink of een fractie HNV of welke andere fractie dan ook zegt van, ja, wacht eens even, die uitwerking, daar sta ik niet achter. Kan dat? Nou, ik heb het na afloop van het debat over de raads gehoord van een vrij grote fractie die zich in de oppositie gezet voelt en niet meedoet met college. Dus PP, je mag die noemen, hoor. Als u dat PP vindt, is dat er nu. Hoe het ook zij, daar kwam de opmerking. In elk geval, wij zijn weer voor 4 jaar in de oppositie gedrukt. Ja. Maar ik wil het even iets anders benaderen. Het raadsprogramma op zichzelf. Denk ik dat elke partij wel wat in vindt, waar ze zich in kunnen vinden. Maar dat moet uitgewerkt worden, dat zal dan een vertaal, maar daar krijgen we de politieke discussie nog over. Wat belangrijk is, dat HNV gezegd heeft, op 2 punten, en die vrijheid hadden wij. Dat zijn dat voorbehouden, hè? Dat wij een voorbehoud gemaakt hebben op het thema stoplichtenmodel. Dat is voor ons een verfoeilijk en achterhaald standpunt, waarvan ook anderen zeggen. Ja, dat is duidelijk, dat is een hoofdlijn. Ja, maar dat is heel belangrijk. Zaken, al die andere zaken, dat zijn ook hoofdlijnen, maar die moeten nog wel allemaal uitgewerkt worden. Vaak zit venijn in de staart. Hè? Ja, maar werkgelegenheid wil ik toch graag genoemd hebben. Hè? Daar heeft HNV ook een uitzondering op gemaakt. Dat zijn de 2 punten waar wij een uitzondering op gemaakt hebben. Zeggen, het kan niet zo zijn. Er wordt altijd gepraat over, dat heel liefkozend wordt dat Aalten is een mooie plattelandsgemeente waar het zijn vertoeven is. Heel gezapig en zo. Maar dat er bedrijvigheid moet komen, dat moeten we met elkaar goed in de gaten houden. Dat moet dus allemaal uitgewerkt worden. En stel je voor dat er nou een uitwerking komt waar je het absoluut niet mee eens bent. Ja, maar dan zijn we toch zo vrij als we kan, dan gaan we toch niet voorstellen. Oké, maar het betekent dan dat dat onderdeel van het raadsprogramma niet werkt? Want dan heb je dus eigenlijk geen akkoord, hè? Het zou toch niet goed zijn als er geen discussie meer mogelijk is. Dan zou en de burger niet tevreden zijn. Het gaat maar even om van hoe hard is dat raadsprogramma? Nou, dat is zo hard dat we het met elkaar gaan uitvoeren. Ja, maar die uitvoering ken je nog niet. De uitvoering ligt aan het college. En als het college de dingen meeneemt, want die weet donders goed van welke richting de voorstellen zijn gekomen. Duurzaamheid is een vrij makkelijk onderwerp, omdat eigenlijk raadsbreed iedereen vond dat duurzaamheid belangrijk is. Mm-hmm. Als het om sociaal gedrag van de gemeente gaat, want dan zal de een er wat zwaarder in zitten dan de ander. Okay. Maar met belangrijk en zorg, ik noem maar eventjes. Mm-hmm. Maar als het gaat om werkgelegenheid. Dat is jullie punt. Maar ja, ik kijk nog even naar de formateur uiteindelijk. Hè? Want het raadsprogramma, het venijn, zei ik net al, dat zit in de staart. Dus in de uitwerking kun je nog heel veel verschillen krijgen. Maar dat is dan eigenlijk het verschil tussen een gewoon ordinair oud coalitieprogramma en dit raadsprogramma, waar je dan bepaalde punten uithaalt om uit te werken. Ik denk dat een coalitieprogramma in het verleden veel dieper ging op specifieke onderwerpen. Dat daar consensus was over onderwerpen die de komende 4 jaar moeten worden aangepakt, soms wel in detail. Mm-hmm. Dat is het raadsprogramma zeker niet. Daar is consensus op hoofdlijnen. Daar hebben we ook met z'n allen, alle fracties, de handtekening onder gezet. Maar dat wil niet zeggen dat iedere fractie met de uitvoering akkoord gaat. Nee, dan heb je toch oppositie en coalitie. Dan heb je oppositie, coalitie of een partij van de coalitie met de rest van de oppositie. Dat kan dus schuiven. Die ruimte zit er dus in, begrijp ik. Ja, dat is natuurlijk altijd wel geweest. Want als je in het verleden kijkt, afgelopen jaren, is er ook op onderwerpen, is er wel eens door de coalitie verdeeld gestemd. Ja, maar dat is niet. Valt in de coalitie nooit zo heel erg lekker. Nee, maar het is niet dat het iedere maand gebeurt. Mm-hmm. Maar het is ja, maar weleens, kan dus nu wel. Het is het principe dan, hè? Het is wel eens. Het kon altijd, het kan nog steeds. Laat het daarbij houden. Okay. Ik doe een oproep. HNV doet een oproep aan CDA en gemeentebelangen en die wie er ook bij komen, om echt dat raadsprogramma dan ook uit te voeren. En als het een punt is
van de ander, want dan kun je wat doen aan samenwerking. Mm-hmm. En dan zeg je, nou, we gunnen op een gegeven moment een ander, het gaat niet om succes, het gaat om de belangen van de gemeente Aalten, ja. Maar als dat ingebracht wordt, in dit geval door D66 of door een andere partij, of dat HMW is of ChristenUnie, maakt mij allemaal niet uit, hè. Maar heeft niks met gunnen te maken, maar het heeft wel met het belang van Aalten te maken. Mm-hmm. En hoe kun je die saamhorigheid in de raad dan beter krijgen en niet het gevoel van ik, jij. Okay, maar als ik net hoorde, zeg maar, werd even de machts, en nog voor de break even over macht gesproken. Dat is ook waarom wij, zeg maar, in die verbreding de samenwerking zoeken. Mm-hmm. We moeten met z'n allen hebben dezelfde idealen voor ogen voor de gemeente. En dat is gewoon Aalten leefbaarder en mooier maken. Daar zijn we met z'n allen hard voor bezig. En of dat nou een voorstel van de HMV komt of van de CDA komt, dat is van ondergeschikt belang. Wij moeten met z'n allen daar hard voor. En daarom hebben we ook ingestemd met het raadsprogramma. Maar natuurlijk is de invloed van een, zeg maar, om het raadsprogramma te maken van een HMV en de ChristenUnie natuurlijk even belangrijk als CDA. Maar de verhouding is 1-6. En dat wil niet zeggen dat het vanuit de macht geredeneerd is. We hebben ook iedere partij nu de ruimte geboden om maximaal hun input te geven aan het raadsprogramma. En volgens mij is dat een eerste fantastische stap in een hele goede samenwerking in de raad. En wordt er niet meer gedacht vanuit de macht. Want als we vanuit de macht hadden gedacht. Komt niet helemaal terug in de collegevorming? Als ik het zo. Nee, ja, maar naar meerderheden. Klopt. Maar aan de andere kant is het wel zo dat de informateur ook zijn werk doet en daarvoor een informatieronde houdt. En wij weten ook niet wat er door andere partijen. Maar die gaat dus ook wat uit van die machtspositie, wat heeft hij ook gezegd. Ja, maar omdat hij kijkt naar meerderheden. Ja, dat heb je kunnen zien. Maar bij het raadsprogramma, andere partijen gezegd bij het raadsprogramma hebben we gesproken. Bij het raadsprogramma hebben we gesproken over samenwerking. Mm-hmm. We hebben bewust gekozen met z'n allen om dan een knip te maken. Dan hadden we met z'n allen moeten zeggen, we gaan volledig die bestuurlijke vernieuwing doen. En dan is die informatieronde, zou dan ook heel anders verlopen zijn. Mm-hmm. Maar we hebben bewust gekozen voor het maken van het raadsprogramma, vervolgens de oude weg van de coalitie-oppositie te gaan doen. En de komende 4 jaar te gaan bekijken hoe ver die bestuurlijke vernieuwing nog doorgaat. Okay. Dan hadden we als fractievoorzitters daar een ander standpunt in moeten hebben. Mooi, we houden het hier even bij. We gaan er even pauzeren met een muziekje tussendoor. En dan gaan we door met het laatste blok en dan gaan we kijken hoe dat partijprogramma of dat raadsprogramma zou kunnen uitwerken. Tot zometeen. Welkom in het derde blok van Politiek Café. Aan tafel zitten, en we hebben het al 2 keer voorgesteld, Raymond Smit, CDA-fractievoorzitter en formateur in dit verband. En Henk Beerling van de HMV-fractie. We hebben het juist gehad over het raadsprogramma, daar gaan we nu even over door. En we gaan nu kijken wat het raadsprogramma in de praktijk zou kunnen betekenen in de gemeente Aalten. Raymond Smit, er staan heel veel ambities in dat raadsprogramma. Hoe denk je dat te kunnen gaan uitvoeren? Want die ambities die zouden dus allemaal de komende 4 jaar gerealiseerd moeten gaan worden. Als ik kijk van wat daarin staat, dan is dat nog een helft job. Ja, dat is. Het is ook zo dat het gefaseerd wordt ingevoerd. Mm-hmm. Het is ook niet zo dat we alles in 2019 gerealiseerd willen zien. Het is ambitieus, dat heeft de informateur ook gezegd, dat zien we zelf ook. Maar het is beter dat je ambities wat bijstelt dan dat je geen ambitie hebt. En de komende 4 jaar, we zien wel wat we gaan doen. Mm-hmm. Dus ik vind die insteek van hoog inzetten in de ambitie, vervolgens in het uitvoeringsprogramma kijken wat er haalbaar is. Mm-hmm. En dan kijken wat is haalbaar, ook financieel? Ook financieel. Maar wat mag dat betekenen financieel? Dat ligt ook aan de voorstellen. Dat zou mogen de belastingen wat kunnen doen, maar ook bijvoorbeeld de eerste hondenbelasting afschaffen. Maar dat is door de ChristenUnie genoemd, maar er moet wel een dekking en de HMV, maar er moet wel natuurlijk wel een dekking tegenover staan. Mm-hmm. En op het moment dat je iets afschaft, moet er wel aan de andere kant iets binnenkomen. En dat is hetgene wat er zometeen voor ligt. Maken we verantwoorde keuzes in hetgeen wat er wordt uitgevoerd. Oké, ik kijk even naar Henk Merlik. Mogen de burgerlasten omhoog? Wij streven, ook als HMV-programma hebben wij, verkiezingsprogramma hebben wij heel nadrukkelijk gezegd, wij streven naar een efficiënte bedrijfsvoering. Nou, maar dat zegt niks. Ja, mijn vraag is, mogen de burgerlasten omhoog? Ja, die gaan nu met 1% omhoog, terwijl de lasten met 1,6% omhoog gaan. Ja, maar u heeft daar een raadsprogramma liggen, hè? Met heel veel ambities. Ik verwacht dat het niet bij die 1% zal blijven. Ook gezien loonontwikkelingen en het een en het ander. Maar desondanks kan het zo zijn dat door ondanks een ambitieus raadsprogramma, waar je weet wat je wil,
Je komt niet met allerlei bureaucratische rapporten van het ene standaard, maar gewoon lekker uitvoeren. Dat dan de kosten in de hand gehouden kunnen worden. Daar hoop ik op. Ik hoop nogmaals. Waar besluit je op? Want ik, verwacht dat die 1% dat het daar niet bij blijft. Op dit moment. Maar dat vind je goed? Wij denken dat 1-op-1, dat wanneer de inflatie, zeg maar, of de kosten. We hebben inflatiecorrectie hebben we het niet over. We hebben het dus over echt een reële stijging van de lasten van de burger. Mag dat of mag dat niet? In het raadsprogramma wordt aangegeven dat de lasten met 1,6% stijgen. En dat men de lasten voor de gemeente. Mm-hmm. En dat de burgers met 1% worden belast. Dus dat betekent dat wij erbij interen. Mm-hmm. En je kan je afvragen of dat op termijn dan goed komt. Dat lijkt. Het gaat alleen maar even om te horen wat je ervan vindt. Hè? Ik denk dat een koppeling. In het verleden was het altijd 3%, dat we op 1,5% waren gekomen. Dus eigenlijk, dat beter was geweest dan nu eerst een mooie worst voorhouden van 1%. En waar ga je op, zeg maar, die kostenstijging die er dan door al die ambities wellicht inkomen? Ja. Ga je daar uiteindelijk die voorstellen ook op de wethouder, waarderen? De wethouder heeft al een slag om de arm genomen. Ik luister altijd met twee oren. Mm-hmm. En met ene oog, daar zie ik. Dat 1% lastenstijging maar is voor de burger. Mm-hmm. En met andere oor of oog, daar zie ik wat de kostenstijgingen werkelijk zijn en wat de wethouder gezegd heeft. Mm-hmm. Wat de wethouder gezegd heeft. Maar het gaat ermee om wat je zelf vindt. Hè? Mogen die lasten omhoog of niet? Dat is even het vraag. Ik kijk even naar de CDA-fractie. Wij vinden wel, is op momenten, want iedere inwoner wil ook alle faciliteiten op orde hebben. Die willen goed kunnen sporten, die willen goed naar het centrum kunnen. Ja, maar als ze een rekening erbij zien, dan. Ja, maar dan is dat het. Privé ook, hè? Ja, maar dan is het een afweging van is het realiseren, is het andere waard. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk altijd. Als je, dat beslissen jullie dus voor de burger. Ja, maar dat is natuurlijk wel, als volksvertegenwoordiging hebben we natuurlijk ook een bepaalde opstelling in ons verkiezingsprogramma. Mm-hmm. En daar heeft de kiezer zich al geconfirmeerd. Dat is al dan niet. Als ik kijk naar andere partijprogramma's, VVD onder andere, die schrijft dan expliciet, de burgerlasten, die moeten beperkt blijven. Met andere woorden, die zouden niet mogen stijgen. Nee, maar dat wil niet zeggen, wij zijn als CDA niet voor dat die niet mag stijgen. We zijn wel voor dat het. Maar het ligt dus niet zo induidelijk. Dat wil ik eigenlijk wel mee zeggen. Nee, dat klopt. Maar er komt altijd een voorstel met een voorstel. Het moet betaald worden. Ja, en waar komt het vandaan? En dat is een afweging als raad, of je dat wel of niet. En volgens mij kunnen we met z'n allen een hele goede afweging maken. Of een x-percentage verhoging van de OZB. Wat overigens in de landen aantal nog steeds bij. De goedkoopste gemeentes horen, ondanks dat we fors geïnvesteerd hebben de afgelopen jaar in heel veel zaken, een heel financieel verantwoord beleid hebben gevoerd. En volgens mij moeten we de komende vier jaar met deze mensen ook prima kunnen. Okay. Financieel verantwoord beleid met goede investeringen. Oké, nou staat er in het raadsprogramma dat er heel veel waarde wordt gehecht aan participatie. Hè? Dus dat de burger mee kan denken met het bestuur. Ja. Als er allerlei voorstellen nu liggen, hè? Die komen dus ook min of meer uit die burgerij. He, want daar heeft bijvoorbeeld de toekomstvisie 25 van Aalten heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Maar er worden soms dingen geroepen, maar daar zijn ze dus ook niet geplaatst naast de kosten voor die burger. He. Krijgt die burger in het kader van die doelstelling van participatie ook de gelegenheid om mee te denken in de keuzes en wat ze daarvoor willen betalen? Of krijgen ze alleen maar een keuze voorgelegd, oké, dit zouden we graag willen gaan doen. Wat vind je daarvan? Ja, dat ligt aan de vraagstelling die je zelf uitvraagt. Er is een woononderzoek gedaan. Er is een onderzoek gedaan naar visie 2025. Er zijn 1600 inwoners, ze zijn het geënquêteerd. Ja. Nou, dat is 10% of 5% van onze bevolking. Daar zijn een aantal inwoners van, die hebben allerlei leuke wensen naar voren gebracht. Als ik kijk naar de partijprogramma's, die zijn daar mooi allemaal uitgeplukt. Dat vinden we dus nu terug in het raadsprogramma. Ja. Alleen, die burger heeft er niet echt over nagedacht nog. In ieder geval, dat vind je dus in die toekomstvisie niet terug. Van wat dat allemaal mag kosten. Hè? Nee, en dat is dus mijn vraag. Privé heb ik dat ook. Ik heb heel veel wensen. Hè? Alleen, ja, als ik dan kijk van wat heb ik te besteden, dan valt dat vreselijk tegen. Hè? Dus ik moet heel veel dingen laten liggen. Krijgt de burger daar ook inzicht in? Van wat jij wil, kunnen we wel doen als gemeente. Maar daar krijg je ook de rekening gepresenteerd. Volgens mij moet je in zo'n onderzoek, op het moment dat je de vragen bedenkt als onderzoeksbureau, waar je ook als ambtenaar en als gemeente invloed op hebt, hoe die vraagstelling is. Maar die vraagstelling is dus niet op financiën gericht geweest. Nee, dat weet ik niet. Ik weet het onderzoek op de visie weet ik niet. Nee, maar die heb ik gelezen en dat vind je dus echt niet terug.
Nee, maar ik heb de vraagstelling dat het in het rapport niet terugkomt, Alain. Maar ik weet niet of dat überhaupt in de vraagstelling besproken is. Je mag ervan uitgaan dat dat er niet in zit. Nou, dat is mijn inschatting. Dat is je interpretatie van het stuk. Ja. Maar het is wel zo dat ik wel vind is dat het best een reële vraag is op het moment dat je iets wil realiseren. Wat is het je nou waard als inwoner? Precies. Dat is best een goede inschatting. Is dat iets wat in het kader van die inspraak... Ik heb zo straks proberen aan te geven, toen het over het raadsprogramma begon, dat in het raadsprogramma... Er staan meer dan 20, de burgemeester zei het zelf over bijna dubbele, maar onletterlijke data wanneer het college met voorstellen naar de raad moet komen. Vervolgens gaat het college daar dan ook een prijskaartje aan hangen. Dat kun je ook eigenlijk, dat hoort dan bij een voorstel ook bij. Dus de komende jaren, en dat heeft dan ruim in die zin gelijk aan dit jaar, dat wordt verdeeld over 4 jaar, dit jaar komt er al een aanzienlijk aantal van die voorstellen die in het raadsprogramma staan, die komen op ons af. En daar hoort dan ook een financiële vertaling bij. Mm-hmm. En wellicht komen we dan niet met een OZB-stijging van 1% rond als men geen efficiëntieslag toepast. En ik blijf daarop hameren. Maar dat is inderdaad die uitvoering waar we het straks over hadden. Ik wil graag geld uitgeven voor nieuwe initiatieven die burgers graag willen. Dat wil Rijman ook, denk ik. Maar het zou ook kunnen betekenen, als er iets is waar minder behoefte aan is, die toch veel geld kosten, dat je op een gegeven moment ook wel eens een pijnlijke keuze moet maken om te zeggen, en daar gaan we minder geld in steken. En iets waar een burger graag via participatie wil, daar gaan we wat meer geld in steken. En dat je per saldo... Nou, hoe waardeer je die burgerparticipatie? Want bijvoorbeeld, als we kijken, maar één voorbeeld, hè? Die verenigingsfunctionaris die er dan moet komen volgens het raadsprogramma. In ieder geval, er moet naar gekeken worden. Dus... Eén iemand die tijdens die toekomstvisie dat geroepen heeft, dat staat dus in die toekomstvisie, dat een gedachtegang is. En partijen pikken dat eruit, want dat klinkt wel leuk. Alleen, daar zit dus geen financieel plaatje bij. Nee, maar deze komt zeker niet uit de visie van dat één iemand dat geroepen heeft. We hebben met de partijen ook om de tafel zitten met het raadsprogramma. Iedereen heeft het uit de samenleving gehaald. CDA bijvoorbeeld uit... We hebben meer dan 100 mensen gesproken. Daar hebben we op basis van verschillende tafels met verschillende thema's ons verkiezingsprogramma samengesteld. Onder andere hebben we met heel veel verenigingsmensen om de tafel gezeten om te kijken wat daar leefde. En onder andere kwam daar ook die verenigingsfunctionaris naar voren. En dan is het niet één iemand die het roept. Maar nee, op basis van als één iemand iets roept, wil niet zeggen dat het dan meteen gerealiseerd wordt. Dit is wel een breed gedragen item wat door op steun van alle partijen kon regelen. Wat uit de input van het verkiezingsprogramma ook naar voren gekomen is. En het wil niet zeggen dat meteen één FTE een nieuwe functionaris moet zijn. En daar ben ik het wel mee eens. Op het moment dat je dat binnen de bestaande organisatie onder kan brengen. Door herschikking van verschillende ambtenaren. Dan moet je dat doen. Is het niet mogelijk, hebben wij gezegd, is het ons wel waard om een extra FTE daarvoor naar voren te schuiven. Oké, maar soberheid blijft het uitgangspunt bij het raadsprogramma, als ik het goed begrijp. In de uitvoering dan, hè? Nou, we kijken naar de basis. En natuurlijk, alles wat meer is, kost geld. En we moeten kijken, en alles wat meer is, is het je dat waard? Eén. En waar komt het vandaan? Ja. Dat zijn want in de coalitie zit dus ook een partij, die, wat ik ervan weet, uit de partijprogramma's, die op de centjes probeert te letten. Nou, de coalitie is nog niet eens aan die bekend. Althans, de optie van de informateur is dat er een 3 partijen gemeente CDA. Nou, dan ben je weer aan de slag, hè? CDA, gemeentebelangen en VVD. Daar zijn we over aan het praten om te kijken of optie 1 haalbaar is. Soms zijn er ook investeringen die hoeven nog niet zoveel geld te kosten. Niet dat ik hier vanavond nog het 100 dagen rapport van de burgemeester naar voren wil halen, maar wat toch wel essentieel naar voren kwam, dat was ook de verhoudingen. We zitten hier gezellig in Dinxperlo, kom ik graag. Maar de verhoudingen in de gemeente onderling, Aalten, Dinxperlo niet te vergeten, hè, waar toch elke keer, het lijkt in de raad, merk ik het niet altijd, maar waar toch altijd nog iets is van een soort wedijver. Misschien ook wel eens met buurtschappen en zo. Het zou goed zijn, dat kost dan niet zoveel geld. Als daar in de komende 4 jaar ook naartoe gewerkt wordt, naar dit meer immateriële gebeuren, zou dat denk ik ook voor de gemeente al qua uitstraling niet verkeerd zijn. Oké, nou, we hebben niet zo heel veel tijd meer, dus daar gaan we het waarschijnlijk mee beëindigen. Wanneer moet het raadsprogramma uitgewerkt zijn? Het uitvoeringsprogramma, of bedoel je? Het uitvoeringsprogramma hebben we ongeveer een
3 tot 6 maanden voor. 3 tot 6 maanden? Ja, binnen... Het college, dat wordt nu gevormd, hè? Dat wordt nu gevormd. Het college zet niet zijn handtekening onder het uitvoeringsprogramma. Ja, maar daar hebben ze nog de tijd voor nodig. En dat is niet meer 3 weken geweest. Oké, dus we krijgen eerst een college en daarna krijgen we pas een keer een uitwerkingsprogramma. Het zou mij niet verbazen dat het uitvoeringsprogramma ook opgeknipt wordt in een jaarschrijving. Want dat zou logisch passen bij een begroting die er komt. Want je kan van alles wat willen. Ik zeg altijd, de HNV heeft altijd geroepen, een begroting kun je wel meer jaren een begroting maken. Maar echte begroting is vaak maar 1 jaar oud. Ja. En dan heb je een nieuwe. En daarom is die prioritering ook aangebracht. Iets wat in 2021 gerealiseerd moet worden, dat hoeft niet in juli op tafel te liggen. Dat is in ieder geval een mooi punt om mee te stoppen. En dat geeft ook voor de toekomst allerlei onderwerpen van gesprek. Die wij hier aan deze tafel met allerlei fracties zullen gaan voeren. Ja. Dank u wel voor het luisteren en straks voor het kijken. Volgende maand weten we nog niet zeker of er een uitzending kan volgen. Dat hangt een beetje af van de personele bezetting. Maar anders zijn we sowieso in september terug, maar misschien dus nog in juli. Dankjewel voor je aandacht. Keurig. Klaar? Jullie hebben nog een hoop werk te doen.